weer. Helemaal de hergende weg, maar zo zijn we in het dagelijkse leven. Ik ga nu op zoek naar mijn speciaal iets, waardoor... Dag Lady. Waardoor ik geen konijntje ben, maar wel... Een tikkie, 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 tikkie. Mijn tikkie handschoenen. Even aan de kant leggen. Mijn tikkie halsband. Halsband? Mijn tikkie kop. Ah, die gaan we mee pakken naar New York. En mijn tikkie pakkie. Oh, dit gaat toch zo leuk worden. Het zou van de ene zottigheid naar de andere zottigheid zijn. Dus ik zou jullie aanraden, blijf ons volgen en luisteren wat we allemaal te vertellen hebben, want het wordt nog zo goed. Ik ga ook sowieso de voorbereidingen heel eventjes doorgeven, gelijk hoe we gaan boeken, hoe we dat samen doen, want wij wonen dus absoluut niet samen. Ik woon in Limburg en zij woont in West-Rozebeke. Wie gaat daar nu toch om wonen? Daisy, wat doe je mij toch aan, schatje? Je moet gewoon hier in de buurt wonen. Maar goed, wat vervallig. Doei! Dan. Ik ga eens proberen deze te bellen op een very special way. Daar gaan we. Mijn hart is een beetje breed, maar tegen dan zorgen we dat dat weg is. Oeh, lala. Oeh, mijn hart is een tutusje. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Jullie ook? Ik vind mijn outfit dan toch wel super sexy hoor. Even kijken. Dat is de snelauto, hè? Gaan we geregeld raken, hè? Ja? Ed! Goedemiddag, mijn lekker, lekker chickie! Er komt niks meer uit. Normaal betaalt hij altijd, maar kom goed. Ik ben en film om te vloggen, schatje. Ja? Ik had zo, trouwens naar jou gestuurd. Ik wil kijken. Nee. Ik heb twee namen doorgestuurd. Chicky en Chica. Chica. Chico? Ik ben wel geen manneke, hè? Ja, ik ben een wijfje, hè? Ja. Chicky, ja, nee, nog niet overtuigd. En nee? Wat wilde dan? Post een keer gewoon op Facebook. Hebben twee kippen dat we een naam moeten geven. Wie helpt even? Strak plan. Dus, we gaan posten. Geweldig, hè. Ik dacht, ik moet gewoon even bellen, hè. Nee, ik zit wel nog... Dus bij deze hebben we even op Facebook geplaatst voor twee kippennaamtjes. En ik ben benieuwd wat de mensen gaan vertellen naar ons toe. Yeah!